3,5 jaar zijn we voor jullie geweest. 3,5 jaar zijn we bereikbaar geweest. 3,5 jaar zijn we aan te raken geweest. En 3,5 jaar hebben wij niet gezeurd, ook al hadden we druk, ook al waren we chagrijnig, ook al hadden we een volle agenda om er toch voor jullie te zijn, het luisterend oor. We hebben zaken op tafel gelegd die verborgen hadden moeten blijven in de politiek. Um, Mensen vragen wat voor mensen zitten er dan in de Bosse Volkspartij? Dan denk ik, het zijn allemaal mensen met het hart op de juiste plaats. En als ik zeker naar mezelf kijk, naar de avondjes die we organiseren voor de Bosse ouderen, dan zeg ik, wij doen iets voor de Bosse ouderen. Ik ben niet een partij die nu gaat zeggen. En we gaan zus en we gaan zo doen voor onze bosse ouderen. Wel nee, dat deden we al voordat we in de politiek kwamen. En dat wordt alleen maar groter. Meer. Dat soort avondjes, meer ouderen uit de eenzaamheid halen. Ook al hebben ze geen geld aan betalen, wij verdommen dat wel gewoon. Geen punt. Maar niet zeggen. Onze, op onze poster staat ook niet wegkijken, maar doen. En dat hebben wij de afgelopen periode gedaan. We hebben gedaan. We zijn er geweest. En we hebben niet snel een inhalslag gemaakt omdat de verkiezingen eraan komen. En we allerlei leuke dingen laten zien en dat we op allerlei plekjes zijn, omdat het dan weer mooi voor het fotootje is, voor op Facebook of wat dan ook. Wij zijn er in die complete periode geweest. De lichtjesprocessie, duizenden mensen lopen er elk jaar. Duizenden mensen die verbonden zijn. Dan zijn wij toch mensen die kunnen verbinden. Mensen die elkaar nodig hebben. Dat is waar het om gaat in de politiek. Dat is de identiteit van de Bosse Volkspartij. Dat is waarop jij morgen gaat stemmen. Want je gaat stemmen. En je zou me ongelooflijk teleurstellen als je je stem verloren gaat, laat gaan. En wil je niet op de Bosse Volkspartij stemmen. Oké, okay, jammer, helaas. Maar stem dan wel lokaal. Zorg dat lokaal het hier voor het zeggen krijgt. Want wij weten wat er gebeurt. Wij nemen geen opdrachten uit Den Haag aan. Maar ik heb natuurlijk veel liever dat je op de Bosse Volkspartij gaat stemmen. Lijst 7, morgen. Morgen vroeg tot s avonds 9 uur kun je met je stempas daar naartoe en kun je niet, laat je stem dan niet verloren gaan. En machtig iemand om namens jou te gaan stemmen. Dan weten we hoe ver we zijn gekomen. En ik hoop namens jullie dat we heel ver gaan komen, zodat wij het verschil kunnen maken. Zodat we een nog harder lokaal geluid en een eerlijk geluid vooral in de Bosraad kunnen laten klinken. Of ze dat nou leuk vinden of niet. Want het mondje dicht houden, Ten opzichte om mensen met hun warme billetjes op het plusje te laten zitten, dan ben je bij ons aan het verkeerde adres. Stem morgen lijst 7 Bosse Volkspartij. Niet over twijfelen, gewoon doen!